De wagens geven het al een klein beetje weg. Ik ga vandaag kijken of er een circusartiest in mij huist. Dag Paolo. Goedemorgen. Nou, bijna net zo gezellig als onze eigen wagen, hè, dit. Paolo, jij bent samen met jouw vrouw oprichter van Circus Sansara. Ja. Het kleinste circus van Nederland. Toen we begonnen was het zeg maar het kleinste familiecircus. Maar af en toe is het nu wel iets groter van formaat. Oké. Okay. Ja. Maar stel, ik ga naar een voorstelling van jullie. Wat mag ik dan verwachten? Veel humor. Natuurlijk een hele eigen stijl. Dus veel theaterelementen. We hebben ook veel straattheater gedaan. Dus die elementen zitten ook in de voorstelling. En wat ons circus onderscheidt, denk ik, het is heel dichtbij voor de mensen. Het is net alsof je in een huiskamer zit. Dus mensen voelen zich echt betrokken. Wat maakte dat jullie een circus wilden beginnen? Waar komt die passie vandaan? In het circus zeg je van, als je een paar schoenen versleten hebt in het circus, dan ben je verkocht, zeg maar. Dan zit je eraan vast. Nou, dat is denk ik gebeurd. Ik heb nog nooit opgetreden in het circus, maar je gaat me wat leren, toch? Ja, denk samen even met de rest gaan we kijken of we je even wat kunnen leren. Wat gaan we doen? Ik denk we gaan eerst een soort basisoefening doen van de acrobatiek. Yeah. En dat noemen we de vlag. Oké. Okay. En die doen zij voor volgens mij. Ja. En dan gaan wij hem doen. Oké. Okay. Dus je mag één voet op mijn knie zetten. Hier? Ja. Of hoger? Nee, die is goed. Okay. Kijk, nu gaat het vanzelf. Mag je gaan staan. Oh, ja. Alles ja. Trekken. Nou kunnen we zelfs, omdat je goed staat, kunnen we alles loslaten. Nou, alles zou ik niet doen, maar... Nou, dan mag en je nu? Proberen, die achter mijn nek. De, links? Ja. Ja. En dan, ja, flexen. En nou gewoon durven om je weg te draaien. Ja. Ma. Oké. Okay. Nou, dit is echt super. Het is wel een soort van tikje spannend, maar mag ik... Ja. Oh, ja. Nou, dat was hartstikke goed. Dat was mijn eerste acrobatiek. Het was super. Je had geen angst, zeg maar. Tenminste, niet vergeleken wat normale mensen hebben. Oh. Dus gaat hartstikke goed. De next. Ik ga nu even mijn mouwen opstrapen, want nu ben ik er ook echt klaar voor. Zullen we eerst wat met de jongens dan? Dan gaan we een stapje hoger. Oké. Okay. Oh, wauw. Praat me erdoor, jongens. Praat me erdoor. Wow. Nice. Dan kan jij heel even iets zakken voor. Ja. Ja, zo sta ik recht. Ja. Jeetje. Hopla. Dit is best wel eng. Woe. Het is wel echt spannend hoor, vind ik. Ja, je hebt niks. Nee, maar nee, het is inderdaad, niks, je bent helemaal los. Ja. Het is een soort Titanic gevoel. Te gek. Ja, lift nog? Dat kan. Met of zonder afgooi. Ik zou hem nog zonder doen. Nou, volgens mij zou ze zelfs het wel kunnen. Mijn gast. Nou, ja, laat me eerst maar even kijken waar we het over hebben. Goede spanning. Ik kijk altijd een beetje waar ik heen spring. Ja. Oh, dit is Dirty Dancing. Dit is wat ieder meisje wil doen. Waar we allemaal van gedroomd hebben. Doen we eerst even dat tempo ding of niet? Voor mijn gevoel even. Oké, okay, jij denkt dat het kan? Jeetje! Nou, nu mag ik mezelf toch wel Renate de acrobaten noemen. Man, leuk man! Ja. Echt superleuk!